Second-hand hats, second-hand clothes. That's why they call me second-hand Rose. Even our Ik heb nog wel zin om weer terug te gaan naar Almelo. Jazeker wel. Ja, nee, Almelo is een supermooie stad waar we, denk ik, als we wollie zijn, hele mooie dingen kunnen doen. Ja, we blinken uit we zijn een stichting, dat in de eerste plaats. Dus we werken voor het goede doel aangaande dierenwelzijn, natuur en milieu. En waar we eigenlijk een beetje ons in kunnen onderscheiden, dat is dat we heel goedkoop zijn. Goedkoper dan de meeste kringloopbedrijven. We zijn een netbedrijf en we leveren mooie kwaliteit. En u heeft een mooie ruimte. Hier staat toevallig die vergunning nog op, denk ik. Omdat hier eerder een kringloopbedrijf zat. Ja, dat is correct. Ja. Ja, we werken hier iets van 2000 vierkante meter. Dus we zijn meteen de grootste kringloopwinkel van Almelo weer. U neemt de kelder er ook bij gebruik? Ja. Dus de kelder, de oppervlakte, is net zo groot als hierboven? Ja, dat klopt. We hebben een mooi stukje magazijn hierbij, een werkplaats. Dus het is ongeveer iets van 2000 vierkante meter totaal. Geweldig. Wanneer gaat u open? Het is de bedoeling dat we 1 februari open gaan. En dat redden we ook. Maar de mensen kunnen nu al dingen inbrengen? Ik denk dat vanaf half januari, begin januari gaat gebeuren. Ja, nu nog niet. We zijn nog net niet klaar ervoor. Hoeveel filialen heeft u al met elkaar? Ik denk nu 4 filialen. Ja. Ja, 1 in Haaksbergen, 2 in Utrecht. Nu in Almelo 1. Ja, Goor, daar zijn we nog mee bezig, want dat is natuurlijk afgebrand. Dus daar komt ook wel wat anders voor, maar daar zijn we nog een tijdje mee bezig.